Indianen gebruikten rooksignalen om met elkaar te praten. En in Afrika doen ze dat met trommels. Hoor toch eens. Tenminste, dat is dan wat je, als je leert als je de Donald Duck leest. Maar wij vroegen ons dan af of het eigenlijk wel zo is. Nou, daar heeft iemand een enorme studie van gemaakt. Taalkundige aan de Universiteit in Utrecht, Joad Winter, die ging naar Senegal om dat te onderzoeken. Joad, goedemorgen. Goedemorgen. Las jij ook de Donald Duck ook ontdekt? Nee, ik ben een Israëliër, dus het was heel anders. Maar de verhalen waren hetzelfde, denk ik. Ja. Oh, dus in Israël is geen Donald Duck. Nee, precies. Jij bent naar Senegal gegaan om die sabar, want zo heet het, hè, de trommeltaal, om dat te onderzoeken. Wat heb je ontdekt? Ja, eigenlijk mensen denken dat in Afrika trommelen mensen en dat is de manier van communicatie soms tussen de trommelaars. Eigenlijk is het waar, maar hoe waar het is, is het een beetje ingewikkeld en daar moet je onderzoek doen. Wat eigenlijk gebeurt is dat de trommels is niet de communicatie in plaats van taal. Dat is niet een vervanging van gewone communicatie. Maar als aanvulling. Ja, ja, dat is een soort van aanvulling. Die zijn kunstenaar. Uh-huh. In Senegal zijn griot. Ik heb gewerkt met Doudou Ndiaye Rose, de grootste griot van Senegal zeker. En zijn familie. Uh-huh. En die zijn kunstenaars. Dus dat de betekenis van de ritme is eigenlijk een kunst. Maar je kan er dus wel echt mee communiceren. Het is wel zo van dat je zegt van ik heb trek in een boterham. En dan weten ze wat er aan de hand is. Maar dat doe je gewoon omdat je wil communiceren. Dat doe je als een deel van een ceremonie. Mm-hmm. En dat betekent dat het is een soort van in een opera. Mm-hmm. De muziek heeft een rol. Het geeft een boodschap. Maar de boodschap is niet zo expliciet zoals in de gewone taal. Het is misschien om een emotie uit te drukken. Van ik ben heel blij of ik ben verdrietig of zo. Of ja, maar toch is het heel duidelijk. Dus je kan de grammaticale structuur. Mm-hmm. De grammaticale structuur van de boodschap. Dus het is wel een taal, ritme, echt. Het is wel een taal, ja. Maar communicatie is niet de doel van de taal. Dus nee, dat is, niet dat als is een vervanging beetje van gewoon een gesprek te hebben. Ja. Zullen we heel even luisteren, want we hebben ook wat fragmentjes hoe dat dan klinkt. Even horen. wat is dit? Dat betekent langzaam of rustig. Als je iets wil van iemand, een glas water of een kopje koffie, doe je het en dan zeg je maar alsjeblieft. Dat is een beetje beleefd. Dus dat is een nul in het geval of de taal van Senegal. Oké, okay, dus, en dan nog eentje. Als je goed luistert, zie je dat, hoor je dat het precies hetzelfde ritme is. Ja. Maar nu een beetje sneller. Ja. Dat betekent snel. Dat is, Ik vind het nogal omslachtig. Dan kan ik ook gewoon tegen je zeggen, schiet eens op met dat glas water. Toch? Ja. Ik wil nog, heb je nog iets? Ik vind het vooral leuk dat je zo je oren spit en dat je ook meteen weet wat het is. Ja, voor mij is het niet zo makkelijk, maar sommige mensen kunnen het doen. Ja. Maar wat is wel belangrijk, is dan onmiddellijk gewoon weer een andere variatie van dezelfde ritme. Mm-hmm. En er is een klein verschil tussen deze twee ritmes. Het verschil betekent wit. Eén ritme betekent ik ga mijn kind wassen. Ja. En het andere betekent ik ga mijn wit kind Wassen. Witte kind wassen. Dus, hoe heb je dit onderzocht? Want precies in deze manier. Dus ik vraag van de trommelaar, kan je kind voor mij trommelen? Ja, makkelijk. Kan je auto voor mij trommelen? Mm-hmm. Ja. Nee, het spijt me. Auto ken bestaat ik niet. Dat niet bestaat in de traditie. Okay. Dus misschien wit kind. Misschien groot kind. Misschien wat heb je? Dus, ja. En dan misschien met deze kleine variatie. Ga je nu een cd uitbrengen of zo? Een soort woordenboek? Oh ja, ik heb mijn kleine woordenboek op mijn computer. Oh. Maar om het een groter woordenboek te maken. Nou ja, en kan je het zelf spelen? Niet de trommel helaas. Oh. Maar de klarinet wel een beetje. Ja. De klarinet? Ja. En dan maak je gewoon stootje klankjes en dan heb je hetzelfde idee. Nee. Oh, nee. Oh, maar gewoon meer voor dat gewone klassieke muziek, dat is echt saai. Dat is leuk. We hebben nog eentje. Dit is... Ik probeer het allemaal te onthouden, want als ik nog een keer in Afrika kom, dan kan ik helemaal de blitz maken. Ik zou staan trommelen en denk je, nou, wat zullen we nou beleven? Ik heb honger. Ja, ik heb honger. Ja. Oh, dat is heel goed om te onthouden. Het is heel nuttig. En nog eentje? Is hetzelfde. Dat was hetzelfde of was het niet hetzelfde? Ben ik niet. Nee, dat was wel een andere. Ik ook misschien, denk ik. Ja, dat was ik ook. Ik ook. Dus als ik dan zeg, ik heb honger, dan zegt hij... En dat betekent, ja, ik ook. Er is een overeenkomst. Dus twee trommelaars kunnen
Eén wil zeggen, ik heb honger, de andere antwoord, ja, ik ook. Ik vond het leuk dat je was, Johan Winter, taalkundige aan de Universiteit van Utrecht. Zullen we nog eentje ermee uitgaan? Nee, we gaan gewoon lekker een plaat draaien. Of nog even... Dit is voor bij de... Bij de McDonald's mag ik een Big Mac menu met Cola Light. Zonder frietsaus. Dankjewel, Johan. Bedankt. Fijne zaterdag. Hetzelfde.